Dames en heren, Dordrecht heeft een hele belangrijke plaats in de politieke en de kerkelijke geschiedenis van Nederland. En ik vind het dan ook een bijzondere eer om juist hier, in deze stad, met u na te denken over een veranderend politiek landschap. In Dordrecht vonden politiek en kerk elkaar. Hier vlakbij, in de Kloveniersdoelen, kwam in 1618-1619 de zogenaamde Synode van Dordrecht bijeen. Deze synode werd op verzoek van de Staten-Generaal gehouden. Al lag het gewest Holland lang dwars. Een belangrijk besluit van deze synode was om de Bijbel opnieuw in het Nederlands te vertalen. En vanwege de ook toen al heel langzaam draaiende Haagse politieke molens gaf de Staten-Generaal pas na ruim 6 jaar toestemming en financiering hiervoor. Een besluit van kerk en politiek waar we bijna 400 jaar later nog steeds de vruchten van plukken. 50 jaar eerder was er in Dordt ook een belangrijke politieke vergadering. In juli 1572 kwamen Hollandse steden en edelen samen in een statenvergadering. En feitelijk kan die vergadering worden gezien als het begin van een revolutionair verzet tegen de macht van de Spaanse koning. De Staten, u kent de geschiedenis, de Staten besloten in die vergadering zich aan te sluiten bij de opstand tegen de Spaanse vorst en Willem van Oranje als hun stadhouder te benoemen. En hierdoor was het ook een aantal dagen later mogelijk om in deze historische Augustijnenkerk voor het eerst een protestantse eredienst te houden. Die vrije uitoefening van de protestantse godsdienst was een opzienbarende vernieuwing. De meer bekende Unie van Utrecht van 1579 was eigenlijk een bevestiging van wat hier in Dordrecht begon. Reden te meer om mij in deze kerk bijzonder op mijn plek te voelen. Dames en heren, dat historische uitstapje laat natuurlijk wel zien dat in ons bestel heel wat veranderd is, in ons land heel wat veranderd is sinds die tijd. Ik geef toe, Dordrecht is nog steeds een hele belangrijke stad. Maar de provincies hebben een minder belangrijke rol gekregen dan toen. En om maar een ander voorbeeld te noemen, ik had het net even over die Bijbelvertaling. Ik denk dat als ik een motie zou indienen om nog weer eens opnieuw een statenvertaling uit te brengen, Staten-Generaal weer opnieuw een nieuwe vertaling te financieren, dat ik daar toch maar weinig handen voor omhoog zou krijgen. Maar als je terugkijkt, is het niet alleen maar verandering wat de klok slaat. We denken vanavond na over de bestuurbaarheid van ons land in de toekomst. En dan valt me op, als je de geschiedenis eens nog wat beter bekijkt, dat er ook een hele stevige traditie terug te vinden is van schikken en plooien. Via lang vergaderen er met elkaar uit te zien komen. Polderen noemen we dat tegenwoordig. En dat gold al in de tijd van de Republiek met de provincie, belangen en machtsposities van autonome steden, heerlijkheden, de adel, het liep allemaal door elkaar heen. Geheel verschillende soorten en maten statenvergaderingen waren het gevolg. Toch zorgden al die bijzondere, soms al hele ingewikkelde constructies ervoor dat de Republiek één bleef en uiteindelijk behoorlijk goed bestuurbaar was. Zeker als je het ook vergeleek met veel andere landen. De Nederlandse politicoloog Daalder merkt treffend op dat die cultuur van schikken en plooien, zoals hij het noemde, ook zichtbaar was in de manier waarop besluiten tot stand kwamen. Er ontstond op elite-niveau een politieke cultuur van zowel vasthouden aan eigen recht
als voorzichtig schikken met andere partijen. Niet de wil van één man of een simpele meerderheid gold als de eis van goed regeren. Nee, het geven en nemen in colleges die in een gemeenschappelijk besluit naar buiten kwamen, dat werd eigenlijk de norm. In Nederland verandert het politieke bestel meestal betrekkelijk rustig. Het gaat om veranderingen die vaak niet met een blauwdruk op een tekentafel van tevoren allemaal bedacht zijn, maar het gaat heel vaak om praktische oplossingen voor een als dringend ervaren probleem. En ik zou zeggen, dat is een heel gezonde benadering. Tekentafelprojecten lopen meestal vast in de dagelijkse, gewone praktijk. Bij een probleem moeten we oplossingen zoeken en niet andersom. Maar hoe zit het nu met de bestuurbaarheid van ons land in deze tijd? Daar wordt af en toe toch wel flink alarm over geslagen. Gaat het niet mis? Loopt Nederland bestuurlijk niet vast? In juni stelde de oud-voorzitter van VNO-NCW, Bernard Wientjes, in een afscheidsinterview in de Volkskrant dat Nederland onbestuurbaar dreigt te raken. Door het toenemend aantal kleinere politieke groeperingen dat ons parlement rijk is. Het is volgens hem een rommeltje geworden. Zijn oplossing? Een kiesdrempel en de invoering van een districtenstelsel. Oplossingen die de band tussen de kiezer en de gekozenen weer moeten versterken. En u heeft het misschien wel gevolgd of iets over gehoord dat kort geleden ook in de Eerste Kamer, bij de Algemene Politieke Beschouwingen, dit thema ook weer op tafel kwam. Met name over de rol van de Eerste Kamer. Loek Hermans, fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, stelde voor om een onderzoek te doen naar de werking van het parlementaire stelsel. Premier Rutte heeft toegezegd met een heuse staatscommissie te komen. Het is wel de bedoeling om die opdracht eerst eens even goed te bespreken met fractievoorzitters en de Eerste en de Tweede Kamer, om toch te kijken of we met elkaar ook het eens kunnen worden over een opdrachtformulering, over schikken en plooien gesproken. Dames en heren, klagen over het politieke bestel en somberen over de nabije toekomst hoort misschien wel evenzeer bij de Nederlandse politieke cultuur als die traditie van schikken en plooien. Er gaat geen politiek jaar voorbij of er wordt wel een flinke steen door deze of gene in de hofvijver gegooid. Wordt Nederland niet onbestuurbaar? Moet het politieke bestel niet drastisch op de schop? Ik wil vanavond een wat optimistischer geluid laten horen. U kent wel de regels dat de mens soms het meest leidt door het lijden wat hij vreest, maar wat nooit opkomt dagen. Nou, dat zou best hier ook wel eens het geval kunnen zijn. Natuurlijk, als je ook kijkt naar een reden waarom dat er nu wel nagedacht wordt over hoe zit het nou met die bestuurbaarheid, dan is dat omdat PvdA en VVD, ondanks een meerderheid in de Tweede Kamer, geen geestverwante meerderheid in de Eerste Kamer aantreft. En ik snap heel goed, dat is lastig. Dat is politiek niet iets waar je als een meerderheidskabinet in de Tweede Kamer nou op zit te wachten. Er zit dus niets anders op voor het kabinet dan zo goed mogelijk wetten te maken die op een zo breed mogelijk draagvlak kunnen rekenen. Ik zou zeggen, dat is op zichzelf toch prachtig. Het blijkt in de afgelopen tijd ook nog eens prima te kunnen werken. Inderdaad, in de Nederlandse traditie met wat schikken en plooien. En mijn stelling vanavond is dan ook dat ons staatsbestel telkens weer over een verrassende veerkracht blijkt te beschikken. Nuchter beschouwd is de bestuurbaarheid van Nederland niet in het geding. Juist drastische maatregelen, die zelden origineel zijn en vaak opgeduikeld worden uit de oude dozen in het Kamerarchief, zijn soms erger dan de vermeende kwaal.
Neem de invoering van een kiesdrempel, die het leven lastiger moet maken voor kleine partijen. Welk probleem lost dit op? Wie de recente parlementaire geschiedenis kijkt, weet dat niet de kleinere politieke partijen het probleem van de bestuurbaarheid van ons land veroorzaken, maar juist de grote. Het waren juist de kleinere partijen die bijdroegen aan een oplossing. Voor Balkenende 2 waren de 6 zetels van D66 nodig. En Balkenende 4 had weer de 6 zetels van de ChristenUnie hard nodig. Voor de bezuinigingsplannen van Rutte 1 en Rutte 2 was de constructieve opstelling van onder meer de SGP zeer behulpzaam. Kortom, het was best lastig, maar alle zorgen over de spoedige onregeerbaarheid van het land bleken in ieder geval ongegrond. Naast twee partijenkabinetten blijken kabinetten met meer partijen even goed te kunnen werken. Naast meerderheidskabinetten blijken ook minderheidskabinetten goed te kunnen functioneren. En daarom weer verrassend veerkrachtig. Maar wanneer ontstonden er dan wel problemen? Sinds 2002, juist bij uitgerekend die partijen die zonder moeite een kiesdrempel van 5% wisten te behalen. Onrust binnen de LPF luidde de spoedengeval van Balkenende 1 in. En het optreden van VVD-minister Verdonk rond de naturalisatie van Ayaan Hirsi Ali werd Balkenende 2 noodlottig. Balkenende 4 ging ten onder als gevolg van de moeite in de PvdA rond de militaire missie in Uruzgan. En in 2012 trok gedoogpartner PVV de stekker uit het eerste kabinet van Rutte. Hoezo zou een kiesdrempel geholpen hebben voor de bestuurbaarheid van het land? En ondertussen, als je het wel zou doen, dan zou een kiesdrempel wel stevige schade aanrichten. Je zag het in Duitsland gebeuren. U heeft het misschien wel gevolgd bij de laatste verkiezingen daar. Werd de liberale FDP in één klap door de kiesdrempel weggevaagd uit het parlement. Dat zouden we hier in Nederland toch ook niet willen, dat door een kiesdrempel in één keer de PvdA of de VVD niet meer zouden terugkomen in de Tweede Kamer. Minderheden hebben minder ruimte hun stem te laten horen met een kiesdrempel. Nieuwe partijen komen moeilijker in de Kamer. Kortom, de royale ruimte voor minderheden in ons staatsbestel is geen struikelblok, maar een kroonjuweel van een democratie waarin iedere stem wordt gehoord en telt. Maar hoe zit het dan met die Eerste Kamer? Is dat nou niet echt iets wat voor problemen zorgt? Is dat geen blok aan het been voor de regeerbaarheid van ons land? En inderdaad, de klok kan erop gelijk gezet worden dat er van tijd tot tijd weer eens iemand met het bijzonder originele idee komt om deze Kamer af te schaffen. En de stelling dat de Eerste Kamer beter afgeschaft kan worden heet oude papieren. Thorbecke vond een Eerste Kamer al onnodig, zonder grond en doel. En ook iemand als Groen van Prinsterer was kritisch. Hij noemde de Senaat een mislukte kopie naar Engels model. Het is waar. De Eerste Kamer is niet in Dordrecht bedacht. We hebben het aan onze zuidenburen te danken dat het tweekamerstelsel uiteindelijk in 1815 naar Nederland is gekomen. Maar wat was uiteindelijk nou die bedoeling aanvankelijk van die Kamer? De Grondwetscommissie noteerde in 1815 ten einde alle overijling in de raadsplegingen voor te komen, in moeilijke tijden aan de driften heilzame palen te stellen, de troon te omringen door een bolwerk waartegen alle partijen afstuiten, aan de natie een volkomene zekerheid te waarborgen tegen alle willekeurige uitbreiding van gezag. Nou, dat is een hele plechtige mond vol. En de tijd is natuurlijk ook sinds 1815 behoorlijk veranderd, maar toch die gedachte, dat beeld, een bolwerk tegen overijling, tegen overhaast optreden, dat is in feite die Eerste Kamer nog steeds. Misschien moet ik wel zeggen, wel meer dan ooit.
Het is een bolwerk, een baken in de woelige zee die de landspolitiek soms kan zijn in een tijd van vluchtige hypes en door peilingen opgejaagde leden van de Tweede Kamer. En het is belangrijk dat dit instituut ook wetten op eigen merites beoordeelt. En rechtszekerheid, kwaliteit van wetgeving, zorgvuldig beoordeeld. Zeker de laatste jaren staat de Eerste Kamer meer en meer in de schijnwerpers. De politieke rol is steeds duidelijker. Het feit dat het kabinet geen geestverwante meerderheid in deze Kamer heeft, ik noemde het net al even, speelt erbij natuurlijk een belangrijke rol. Maar toch is een regering die niet kan rekenen op een meerderheid in de Eerste Kamer op voorhand, is dat historisch geen noviteit, iets nieuws. Ook in het begin van de 20e eeuw kwam het al voor dat de samenstelling van de Senaat nogal afweek van die in de Tweede Kamer. En hoewel de omstandigheden natuurlijk anders zijn dan nu, lijkt het toch op dat de geschiedenis zich weer herhaalt. Ook in de afgelopen tijd bleek dat de Eerste Kamer het de regering lastig kan maken. In ieder geval heeft de geschiedenis aangetoond dat de Eerste Kamer haar tanden kan laten zien. Bleek bijvoorbeeld bij de discussie over de invoering van het referendum, gekozen burgemeester. Voorstellen die sneuvelden in de Eerste Kamer met grote politieke gevolgen. En natuurlijk, ook partijpolitieke voorbelangen spelen ook in de Eerste Kamer wel degelijk een rol. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat de Senaat goed in staat is die partijpolitiek te overstijgen. Ik vind een sprekend voorbeeld daarvan de afwijzing van het initiatief voor wetsvoorstel over ritueel slachten, waarbij senatoren van allerlei partijen zich lieten kennen als zorgvuldige toetsers van grondrechtelijke noties. De Tweede Kamer was daaraan te gemakkelijk voorbij gegaan. Met grondrechten, zei de Eerste Kamer, de kern van het eerder genoemde besluit van de Staten van Holland, ga je zorgvuldig om. En bij ingrijpende kritiek in de Eerste Kamer past de regering wetsvoorstellen vaak aan. Ook houdt de regering bij voorbaat vaak al rekening met mogelijke kritiek uit de Eerste Kamer. En wanneer we die waardevolle checks en balances zouden opgeven, zal in ieder geval de kwaliteit van wetgeving daar niet van ontknappen. En niemand ontkent dat het politieke primaat bij de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer ligt. De rol van de Eerste Kamer is vooral corrigerend van aard. Maar die Eerste Kamer is wel een zelfbewust baken in het politieke krachtenveld van ons staatsbestel. De Eerste Kamer is kortom nog steeds een goede waarborg tegen overhaaste besluitvorming waarin de krant van gisteren het beleid van morgen bepaalt. Alles bij het oude laten dan? Nee, dat zeg ik niet. Het is altijd goed om te kijken, kunnen er dingen beter of anders? Als ik kijk naar veranderingen waar de Eerste Kamer mee te maken heeft gehad sinds de grondwetsherziening van 1983, dan zie je dat die Eerste Kamer niet langer voor 6 jaar, met vernieuwing van de helft om de 3 jaar, maar nu in 1 keer voor 4 jaar wordt gekozen, in haar geheel dus. En dat is een vernieuwing die ervoor zorgt dat de veranderingen in de kiezersgunst sneller en sterker doorwerken in de Eerste Kamer. Dat maakt de Eerste Kamer politieker. En ook het risico op een padstelling tussen Eerste en Tweede Kamer groter. Ik zou zeggen, laat die staatscommissie hier eens de tanden inzetten. Dames en heren, ik heb betoogd dat ons politieke bestel opvallend veerkrachtig is. Draconische maatregelen zoals een kiesdrempel of de afschaffing van de Eerste Kamer doen meer kwaad dan goed. Ik predik daarom hier vanavond geen revolutie. En u had natuurlijk ook niet anders verwacht. Ingrijpende veranderingen vergen trouwens vrijwel altijd een grondwetwijziging. En die grondwet verander je ook niet zomaar. U weet, 2 lezingen zijn daarvoor nodig. 2 keer moet de Kamer zich erover buigen en het besluit erover nemen. En in die 2e lezing is zelfs 2/3 meerderheid nodig. Sommigen mopperen daar wel eens over. Het is wel ingewikkeld als je Nederland wat wil veranderen met die grondwet. Dat is bijna niet te doen. Hele ingewikkelde besluitvorming. Maar eerlijk gezegd vind ik die zware herzieningsprocedure
wel een, ook weer een goede waarborg tegen overhaaste of te weinig breed gedragen verandering. En ik zou zeggen, houden zo. Er is ook wijsheid van generaties vastgelegd, juist ook in een grondwet. Het loont niettemin de moeite om te bezien welke mogelijkheden er zijn om ons politieke bestel te verbeteren. Want ik wil vanavond niet alleen maar zeggen, het loopt allemaal wel goed en gaat u maar rustig slapen. Er hoeft niks verbeterd te worden. Natuurlijk niet. Het is altijd de moeite waard om op te sporen naar die veerkracht die er nu is. Hoe houden we die vast? Hoe zorgen we dat die kar toch inderdaad niet vast gaat lopen? Wat kan gedaan worden om het vertrouwen van de burger in het bestuur te vergroten? Want daar kunnen we niet onderuit. Want als je telkens weer onderzoeken ziet, dat toch wel heel veel burgers onvoldoende vertrouwen hebben in dat politieke bestel of de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven. En wat kan je dan doen om dat vertrouwen van die burger in dat bestuur te vergroten? Natuurlijk komt in dit kader ook de rol van politieke partijen om de hoek kijken. Zijn politieke partijen niet te machtig? Moet de band tussen politiek en burgers niet persoonlijker zijn dan via een partij? De grondwet die rept niet over politieke partijen en fracties, maar over Kamerleden. Toch kennen we al heel lang partijvorming in ons land. Verzwakt de positie van de volksvertegenwoordiger eigenlijk niet door aansluiting bij een fractie? Dat is een hele oude vraag waar je al in de handboeken staatsrecht over terugleest. Dat hoeft zeker niet het geval te zijn. Door zich aan te sluiten bij een groep of een fractie verzwakt de volksvertegenwoordiger zijn positie niet. Hij versterkt haar door aaneensluiting met gelijkgezinden en vindt een klankbord voor zijn opvatting in een grotere groep. Een volksvertegenwoordiger hoort bij een fractie en zo'n fractie is onderdeel van een groter geheel, politieke partij. Met het vervullen van functies zoals het representeren van maatschappelijke belangen, het recruteren van volksvertegenwoordigers, het selecteren van bewindspersonen, mobiliseren van de kiezers, vervullen die politieke partijen een belangrijke rol als intermediair tussen samenleving en staat. Zij verbinden burgers met het openbaar bestuur. Er is geen enkel bezwaar als een groep gelijkgezinde Kamerleden elkaar vindt in een gedeelde visie. Fractievorming is wel een probleem als het functioneert als een dwangbuis, waardoor Kamerleden monddood gemaakt worden. De vertrouwensband tussen burger en politiek ligt uiteindelijk toch vooral in het vertrouwen dat mensen in personen en hun idealen hebben. En voor heel wat burgers was de keuze voor een politieke partij bij de verkiezingen niet direct een gevolg van het intensief bestuderen, ijverige studie van het verkiezingsprogramma. Van de Pot, handboek staatsrecht, zegt erover: kiezers vereenzelvigen zich niet of maar zeer ten dele met partijen en hun programma's. De uitslag van een stemming is het resultaat van een proces van vergaande reductie en deformatie van de individuele en collectieve meningen. En men mag uit de mate van het succes van een partij niet al te veel conclusies trekken omtrent de mate van instemming met haar gehele programma's. Ook hier is natuurlijk wel het nodige in veranderd. Dat is het mooie ideaal plaatje van hoe werkt de politieke partij. Maar je ziet ook dat heel veel mensen zich daar niet meer zo direct door aangesproken voelen. Ontzuiling, individualisering hebben gezorgd voor een afname van binding aan politieke partijen. En daarom loont het ook steeds de moeite hoe ook partijen niet alleen met hun leden, maar ook met hun kiezers, met ook de achterban in het hele land in contact kunnen treden. En je ziet dat ook de mogelijkheden daarvoor enorm versterkt zijn, toegenomen zijn. Opkomst van sociale media. De e-mail bijvoorbeeld. Als je weet wat je ook als Kamerlid in één dag aan e-mail krijgt, soms terwijl het debat nog loopt, waar mensen ook hun mening naar voren brengen. Daar is heel wat in veranderd, in die zin in een directe beïnvloeding, ook van kiezers en overigens ook niet-kiezers, gewoon mensen uit het land die ook hun mening kenbaar maken, hun invloed uit willen oefenen op wat ook volksvertegenwoordigers naar voren brengen. Burgers hebben behoefte aan politici die het land besturen, niet aan politici die bijvoorbeeld vanwege kortzichtige
eigen belangen het land in een politieke crisis storten. Schoppen tegen gevestigde politiek is geen lange termijn oplossing, maar het kortstondige plezier van belletje trekken en weglopen als je moet verantwoorden. Vertrouwen ontstaat ook niet bij windvaanpolitici die meegaan met allerlei politieke wind van leer op de golven van opiniepeilingen. Het lijkt erop dat je in eerste instantie heel goed luistert naar de burger, maar uiteindelijk kan dit soort politiek ook het vertrouwen eerder beschadigen in het bestuur en in de politiek dan dat het op de langere termijn echt wat oplevert. Verdere personalisering van de politiek is mijns inziens niet de goede richting. Vertrouwen en stabiliteit hebben ook alles te maken met een heldere, consequente boodschap die wordt voorgelegd aan het volk. Laat de kiezer daarop ook de keuze maken. Die bepaalt het mandaat. Pas je boodschap niet aan om het mandaat te vergroten, maar vertel de kiezer wat je te vertellen hebt. En ik gaf al aan, bijvoorbeeld ook sociale media kunnen daarbij goed helpen. Maar dat mag er niet toe leiden dat de laatste opiniepeiling de dagkoers van het beleid bepaalt. Dames en heren, stabiliteit, consistentie, doen wat je zegt, dat zijn kernwoorden bij vertrouwen. Dan moeten politici ook wel de mogelijkheid hebben om dat vertrouwen waar te maken. De Raad voor het Openbaar Bestuur concludeert op basis van 2 studies dat snel opvolgende verkiezingen ertoe leiden dat regeringspartijen sneller geneigd zijn om responsief te zijn naar de publieke opinie. Dus huiselijk gezegd, als je weet dat er al snel weer verkiezingen aan zitten komen, ga je wel erg veel kijken naar wat goed valt en niet wat goed is. Het is echter een groot gevaar als nieuwe verkiezingen of de dreiging ervan de motor achter het kabinetsbeleid zijn. Of, om opnieuw de Raad voor het Openbaar Bestuur te citeren, een goed functionerend partijmandaatsysteem heeft behoefte aan een periode waarin dat mandaat ook uitgevoerd, waargemaakt kan worden. Hoe staat het daarmee in Nederland? April van het jaar concludeerde de Raad voor Openbaar Bestuur dat we het ook in internationaal vergelijkend opzicht behoorlijk goed doen als het gaat om de vervulling van dat representatieve mandaat, de mate van overeenstemming tussen het verkiezingsprogramma en het parlementaire gedrag van een partij. En dus doe je ook wat je hebt beloofd. Dat, zeker internationaal vergelijkend, gaat in Nederland bepaald niet slecht. Maar we doen het relatief veel minder goed als het gaat tot stand brengen van congruentie tussen partijprogramma's en het uiteindelijke beleid. In de periode van 2002 tot en met 2012 zijn er 5 keer verkiezingen geweest voor de Tweede Kamer. Dus in 10 jaar tijd 5 keer verkiezingen. Vroeger noemden we dat de Italiaanse toestanden. Dat is echt te veel van het goede. En ik denk, dames en heren, dat we hier wel echt een punt te pakken hebben waar een reële dreiging ligt voor de bestuurbaarheid van ons land. Het beleid ligt immers door verkiezingen lange tijd stil. Eerst omdat de verkiezingen eraan komen, dan omdat een nieuw kabinet gevormd moet worden en eer dat weer op gang is, dan ben je zomaar een jaar, anderhalf jaar verder. Decentralisaties waar nu over gesproken wordt, ze gaan er nu echt aankomen. De wet op de maatschappelijke ondersteuning bijvoorbeeld. Ik herinner me een paar jaar geleden al dat we bijna al helemaal rond waren met dat wetvoorstel. Maar toen ging het weer mis. Wat kan je daaraan doen? Het lijkt wel alsof dat als een soort noodlot wordt gezien, die verkiezingen. Ja, als er nu eenmaal hommeles is, dan moet je uiteindelijk verkiezingen hebben. Maar dat staat nergens. Het is ook een gevolg van een hele strakke toepassing van de regel dat de val van een kabinet per definitie moet leiden tot nieuwe verkiezingen. Ik vind dat moet en kan veranderen. De Kamer heeft een mandaat voor 4 jaar. Laat nu eens de regel worden om alles op alles te zetten om die rit uit te zitten. En wie denkt, ja, maar dat wordt toch hele rare toestanden? Nou, kijk eens gewoon simpelweg naar hoe het bij gemeenten en in provinciale staten eraan toe gaat. Daar kan het ook dat een volksvertegenwoordiging de rit uitzit. Hier in Dordrecht kan het ook. Wat in Dordrecht kan, een gemeenteraad die de rit uitzit,
moet in Den Haag de Tweede Kamer ook kunnen. Concreet betekent dit: roep bij een kabinetscrisis niet gelijk dat de verkiezingen moeten komen. Kijk eerst welke andere oplossingen mogelijk zijn. Kan er gelijmd worden? Zo nee, is er een nieuwe coalitie mogelijk? Dat is pas echt verantwoordelijkheid nemen, zou ik zeggen. En daar is ook niks mee. Daar is ook niks mis mee, want toen deze regel voor de jaren 60 nog niet zo strikt werd toegepast, kende Nederland ook wel degelijk een traditie van heel vruchtbare stabiliteit. Praktische vraag is, wie moet dan in zo'n geval het initiatief nemen? Het is niet altijd logisch dat de grootste partij hierin de eerst aangewezene is. Die kan juist een sterk politiek belang hebben in het aansturen op verkiezingen. Wat mij betreft zou het staatshoofd hierin ook weer een belangrijke rol kunnen vervullen in het aanwijzen van een informateur. Het is mijns inziens overigens een ongelukkige aanpassing geweest om de rol van het staatshoofd bij de formaties ongedaan te maken. En zonder grondwetsherziening is die rol weggehaald bij het staatshoofd. Zonder grondwetsherziening zou die rol dus ook weer terug kunnen komen bij het staatshoofd. Het zou de bestuurbaarheid ten goede komen. Nog een andere suggestie wil ik tot slot doen om de bestuurbaarheid van ons land in de toekomst te vergroten. Ook al onder hetzelfde motto, wat in Dordrecht kan, moet in Den Haag ook kunnen. In Dordrecht is het mogelijk dat wethouders in het gemeentebestuur een minderheidsstandpunt kunnen innemen en daarmee ook naar buiten treden. In het landsbestuur is dat ongebruikelijk. Het grondwettelijk uitgangspunt, artikel 45, dat de ministerraad de eenheid van het beleid bevordert, wordt in de praktijk eigenlijk tot nu toe zo uitgelegd vaak, dat er niet of nauwelijks ruimte is voor minderheidsstandpunt en alle ministers altijd met één mond moeten spreken. En deze praktijk, deze uitleg, kan partijen met sterk geprofileerde opvattingen op onderdelen van het beleid kopschuw maken om aan coalities deel te nemen, omdat de prijs daarvoor een grote grijsheid lijkt te zijn. En je ziet dat ook nu wel wordt gezegd. Zijn bewindslieden soms niet erg onherkenbaar aan hun politieke kleur? Je ziet er zo weinig van terug. En laat ik vooropstellen, natuurlijk is het belangrijk dat het, wat we noemen het homogeniteitsbeginsel, eenheid van beleid, dat recht wordt gedaan. Het zou niet goed zijn als ministers elkaar voortdurend voor de voeten lopen of in onderling gekissenwis verzanden. Maar een beetje ontspannender hiermee omgaan en wat kan meer lucht geven en meer kleur brengen op de wangen. Voorafgaand aan kabinetsstandpunten mogen ministers best iets laten zien van hun persoonlijke opvatting. En als het eens een enkele keer zou gebeuren op belangrijke punten dat ministers met een minderheidsstandpunt naar buiten zouden treden, wat is daar mis mee? Bij de behandeling van de begroting Algemene Zaken eerder dit najaar heb ik namens de SGP de minister-president aandacht voor die ruimte gevraagd. En ik moet zeggen, hij verraste mij, want hij zei inderdaad, maar die ontspannenheid is binnen de grenzen van de grondwet ook op zichzelf zeer goed mogelijk. Hij zei letterlijk, een minister kan aantekening vragen van bezwaar tegen een besluit van de ministerraad. Dan kan de ministerraad ook besluiten dat een minister dat bezwaar bekend kan maken. Er is dus enige ruimte daarbij. Ik vond dat opvallend. Voor zover ik kon nagaan is dat eigenlijk nooit eerder zo uitdrukkelijk verwoord. Het komt erop aan dat die ruimte in de praktijk ook genomen wordt. Dames en heren, ik kom tot een afronding. Mijn verhaal stond in het teken van de regeerbaarheid van Nederland. Mijn stelling was dat het Nederlandse politieke bestel over een verrassende veerkracht beschikt en ingrijpende veranderingen van het politieke bestel niet nodig zijn. Niettemin blijft het de moeite waard om oog te houden voor mogelijkheden die de regeerbaarheid van ons land in de toekomst kunnen vergroten. Enkele suggesties daarvoor heb ik gedaan onder het motto: wat in Dordt kan, moet in Den Haag ook kunnen. Laat het weer de regel worden dat de Tweede Kamer de rit uitzit en ga meer ontspannen om met het homogeniteitsbeginsel in de ministerraad. En tot slot
Nadenken over de toekomst is nadenken over het politieke bestel waarin de jongeren van nu hun plaats zullen innemen. En daarom ben ik ook blij dat er vanavond ook jongeren van Johan de Witt Gymnasium bij aanwezig zijn, die ook zo meteen vragen zullen stellen, discussies zullen gaan aangaan. En ik ben ook bijzonder dankbaar aan de SGP-jongeren dat zij een belangrijke rol hebben gespeeld in de voorbereiding en de totstandkoming van deze lezing. We kunnen lang en breed praten over de structuur van ons politieke bestel en dat is prima. Maar ik zie enorm veel talent en creativiteit bij zoveel jongeren van zoveel verschillende politieke partijen, ook in deze regio, het bestuur in deze regio. En ik heb er alle vertrouwen in dat het hun gegeven wordt om met schikken en met plooien en met verrassende veerkracht weer nieuwe wegen te vinden in het bestuur van ons land. Ik dank u.